Zo, daar zijn we dan in Arnhem in de wijk Kronenburg op zoek naar Jeroen. Ik heb namelijk een bloemetje. En dat is de dank voor de campagne waaraan hij mee heeft gedaan. Dat kan groener. Die campagne hebben we in het najaar ingezet. En we waren op zoek naar het lelijkste plekje in Nederland met het meeste steen. Nou, hij heeft een heel leuk plekje ingestuurd. Maar hij heeft ook laten zien hoe het anders kan. Namelijk om je eigen buurt mooi te maken. Dus we gaan Jeroen een bloemetje brengen. En hem eens even feliciteren dat hij heeft meegedaan. Goedemiddag. Jeroen. Hoi. Oudewijk. Ik heb een bloemetje voor jou. Nou, hartstikke mooi. Ja. Altijd welkom. Dus, Hoi. Ja, leuk. En dit is allemaal bestrating. Ja, het is één goudlijn. Oh my god. Moet je kijken. Valt voor jou geen eer aan te behalen. De buurt al stenig is, maar... Nou goed, daar willen we dus iets aan doen met dat kan groener. Kijk, dit is een project dat wij 2 jaar geleden hebben gedaan voor rechtsvoering. Dat is de buurtmoestuin. We hebben daar bakken zwevend op de grond neergezet. Dat is eigenlijk de eis van de gemeente Arnhem was dat we van heel graag niet gelijk graven in de grond. Maar zorg dat je gewoon wat boven op de grond krijgt. Dus deze bak staat eigenlijk op het verlanglijstje. Om herplant te worden. Kijk. Dat zou mooi kunnen zijn. Ja, dus we hebben daar aan de wanden altijd de aardbeien in staan. Vervolgens hebben we natuurlijk gezorgd, we hebben regentonnen erbij, dat mensen zelf water kunnen geven. Er staan ook gieters. Dus mensen kunnen zelf een gietertje pakken. Leuk, hebben er echt werk van gemaakt. Ja, en een gietertje pakken doen kinderen heel graag. En dan hebben we nog een andere hoek die we graag een beetje in deze stijl willen gaan brengen. De lelijke plek. De lelijke die willen plek. We natuurlijk zien. Ja. Nou, dit is dus de plek van de inzending. En je hebt er niks gelogen. Het is, dat kun je beter zo zien als ik hier ga staan. Het is helemaal kaal met beton. Het eerste plekje is leuk gemaakt. Daar is inderdaad veel aandacht voor groen, kruiden, kindertjes zijn betrokken, waterhergebruik. Veel kleuren ook om te komen tot eigenlijk een vrolijke aankleding van de wijk. Maar dit is een beetje, naast dat het heel erg stenig is. Ja. Die auto's die parkeren. Die auto's parkeren hier en wat je ook in de hoeken ziet, mensen gooien hun afval gooien ze heel snel neer. En nu valt het nog wel mee, maar het staat gewoon helemaal vol. In de weekenden zie je dat mensen de winkelwagen die ze neerzetten. Dat was ook heel duidelijk op de foto van de inzending was het duidelijk te zien. Maar je mag hier dus niet parkeren. En wat we dus willen is gewoon een soortgelijke sfeerhoek creëren wat we dus daar net zagen. Nou, de opdracht is duidelijk. We gaan met Dat kan groener, en natuurlijk een beetje namens de branche, laten zien dat je met groen plekjes heel erg mooi kan maken. En aangenaam en veilig. En dat je de mensen kan betrekken. Dus ik vind dat Jeroen het goed doet. Hij werkt echt voor een gezonde, groene buurt. En samen met andere buurtgenoten. Dus we gaan ze een handje helpen. Dan gaan we hier een mooi groen plekje van maken. Maar dat volgt later, want nu ligt er nog sneeuw.